Roland Buijs, je kreeg deze week te horen dat de optie in je contract niet wordt gelicht. Kwam dat voor jou ook als een verrassing? Ja, eigenlijk kwam het wel als een verrassing inderdaad. Ik was met een ander gevoel het kamertje binnengestapt met het idee van, ja, er zit wel iets moois in. Maar ja, ik kreeg toch verrassend te horen dat ik niet verlengd werd en op zoek moet naar iets anders. Ja, wat dacht je toen? Ja, kloten, kut, alles eigenlijk. Alles ja, wordt even zwart. Ja, want als je nou op de bank had gezeten, dan had je misschien zien aankomen, maar nu speel je gewoon alles. Ja, klopt. Ik heb nou, misschien 6 wedstrijden achter elkaar nu gespeeld. En de volgende nog 6 wedstrijden. En dat is gewoon aan mij om mezelf te laten zien en ja, me in de kijker te spelen voor andere clubs. Heb je nog een uitleg gekregen waarom de optie niet wordt gelicht? Nou, de nieuwe trainer die zei tegen Mark-Jan en Rob dat hij andere kwaliteit van een linksback verwacht. En dat ik die dus niet heb en dat ik ja, daar niet aan voldoe. Daar moet je het dan mee doen. Ja, daar moet ik het mee doen. En dus moet ik op zoek naar iets nieuws. Hoe moeilijk was het om die knop weer om te zetten en er weer vol voor te gaan voor de wedstrijd tegen Heerenveen? Natuurlijk, op het moment dat je die dag hoort, dan zit je daar gewoon de hele dag even mee en dan voelt het kloten. En dan moet je die knop wel weer omzetten, zoals vandaag. En dan ga je weer vol voor Heerenveen in de komende wedstrijden. Ja. Hoe heb je het gedaan? Want de trainer zei dat je daar heel professioneel mee om bent gegaan. Ja, ik heb even met de trainer gesproken en dan laat je je gevoelens even gaan en dan schop je in principe alle ramen even in. En dan kan je die knop weer omzetten en dan leg je dat naast je neer. Want voetbal stopt niet en je moet wel verder. En ik vind het bijzonder jammer omdat ik het hier ontzettend naar mijn zin heb. En alle mensen hieromheen en de staf, de supporters, alles is geweldig hier. En dan is dat jammer dat je daar geen gevolg kan geven. Ja, want volgens mij heb je ook heel veel reacties gehad van supporters die niet begrijpen. Ik heb wel wat gelezen inderdaad. Nou ja, kijk, voor mij geeft dat eigenlijk een positieve invloed. En geeft mij een goed gevoel dat ik hier een goede indruk heb achtergelaten in mijn korte periode. En daar ben ik gewoon trots op mezelf en dat ik dat heb kunnen laten zien. Nou goed, je hebt wel 11 wedstrijden gespeeld en je hebt er nog 6 te gaan. Dus je kan je nog wel in de kijker spelen bij andere clubs. Want linksback is wel een gewild object in de voetballerij volgens mij. Ja, klopt. Dat wordt inderdaad een soort nieuwe aanvallende instelling is het. Ik vind mezelf daar goed ontwikkelen. Kijk, het is nu even afwachten wat er allemaal op mijn pad komt. Maar in eerste instantie is het nu alle wedstrijden wat nu nog gaat komen volle bak gaan. Kijken wat we met Heracles kunnen halen. Het zou mooi zijn om dat mooi af te sluiten. Ja, met bijvoorbeeld de play-offs. En dan is de wedstrijd tegen Heerenveen denk ik een hele belangrijke. Ja, klopt. Heerenveen staat als het goed is 1 puntje achter ons. Het is fijn als we die op 4 punten kunnen zetten. Dus daar gaan we met het team vol voor. Daar stoppen we niet mee. Moeten het ook 3 punten worden? Want daarna komen nog een paar lastige wedstrijden met Ajax en AZ. Kijk, in eigen huis daar kunnen we iedereen verslaan. Dus daar gaan we gewoon vanuit. Wij gaan ervoor zorgen dat wij hier die 3 punten houden. Dat we de afstand vergroten op hun. Een uit hebben jullie ook bijna gewonnen van Heerenveen, dus moet het thuis helemaal lukken. Ja, precies. Dat was zeker jammer dat we die net niet gewonnen hadden. Maar hier thuis met het publiek erachter, supporters erachter, dat is gewoon geweldig. Het zal mooi zijn als we hier die 3 punten gaan houden. Met een nog extra getergd Roland Buijs als linksback? Ja, absoluut. Kijk, ik heb niks meer te verliezen en ik ga gewoon volle bak gaan en alles voor het team geven zoals ik elke wedstrijd doe. Dus ja, er gaat gewoon nog weer een stapje bij, dus daar gaan we voor zorgen.